Richting Club 77. En wat hebben we dit keer voor een bier? Een triple en wel Affligem. Het is een abdijbier uit België. Een triple. Echt typisch Belgisch. België zijn verknocht aan triples, maar het is echt het trippelland. En dat is ook, dat blijft altijd. Hoewel er nu wel meer brouwerijen komen die ook wat anders brouwen. Maar we zullen eens kijken. Ik ben niet echt benieuwd, bekend met deze triple. Wat hij wel heeft, hergist op fles. En dat betekent dat we hem dadelijk even schudden. En dan doe je de gist erbij. En dat zie je dan ook direct, want het wordt direct wat troebel. En het bier geeft dan een vollere smaak. Dat is ook het voordeel van hergist op fles. De smaak kan evolueren, dus je kunt hem heel lang laten liggen. En dat doet hij ook. En hij is houdbaar tot 11 september 2021. Maar doe hem maar rustig een jaar of vijf nog bij. Dus even ruiken. Ja, de triple. Mout. Citrus. Heerlijk sprankelend. Echt fruitig bier. Heerlijk. Maar dat houdt ook weer een gevaar in zich dat hij zo lekker is. Want het is echt zo'n bier. En wat versta ik onder doordrinkbaar bier? Dat als ik daar een slok van gepakt heb, dan zeg ik, hé, ik wil nog wel een slok van dat bier. En dat ga ik nu ook doen. En dat is dus, vind ik, een doordrinkbaar bier. Maar ja, hij heeft, even kijken, 9% alcohol. En dat betekent dus doordat hij zo fruitig is en goed doordringt, dat je ook erg op moet letten. Je moet het geen in de gaten houden, want anders wordt het heel zwaar. Echt een aanrader. Deze, Affligem Triple. Ben je het met me eens? Vermeld het. En anders zien we elkaar of horen elkaar de volgende keer.